Na een kwartiertje kuieren in de binnenstad merk je meteen waar de Vlaams-Brabantse provinciehoofdstad Leuven voor staat. Het moderne past hier harmonieus bij het zorgvuldig gekoesterde erfgoed. Deze combinatie levert onnoemelijk veel prachtige contrasten op. Bijvoorbeeld op het enorme Ladeuzeplein. Hier vormen de statige universiteitsbibliotheek en een hedendaags kunstwerk van Jan Fabre een uniek koppel. Je moet dat historisch patrimonium van Leuven bijzonder hoog inschatten. Er zit UNESCO-werelderfgoed bij, zoals het uit stadhuis uiteraard. Er is het, de Sint-Pieterskerk, waarvan het Belfort beschouwd wordt, ook eveneens als behorende tot de Vlaamse Belforten en dus tot het UNESCO-werelderfgoed. En we kunnen nog zo een hele tijd doorgaan. Maar we hebben daarnaast, naast dat historisch erfgoed, natuurlijk ook het moderne, architecturale. Ik denk aan heel de omgeving van het station, met wat dat daar nieuw gerealiseerd is. Ik denk nu vooral aan het Museum M, dus het werk van Beel, maar ook een aantal gebouwen van de universiteit die door vooraanstaande architecten zijn vernieuwd of nieuw gebouwd. Wereldwijd staat Leuven bekend voor zijn heerlijke Stella Artois. De vroegere Stella ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot de biermultinational AB InBev, nog steeds met hoofdkantoor in Leuven. Leuven heeft heel wat te bieden aan AB InBev. Eerst en vooral de locatie. Zeer goede toegankelijkheid, historisch gezien met de vaartkom, maar nu met het netwerk van snelwegen. Twee, enorm veel talent. Met de Universiteit van Leuven en de Vlerick Management School hebben we toegang tot heel wat talenten voor onze toekomst. Drie, een goede samenwerking met de lokale overheden. De nieuwbouw hier van onze nieuwe elektriciteitscentrale is daar een mooi bewijs voor. En vier, studenten. Een echte studentenstad. En dus heel veel mogelijkheden voor toekomstige ambassadeurs voor Stella Artois te maken. Wist u dat ook de Boerenbond zijn wortels heeft in Leuven? Binnen de schoot van de Boerenbond zag in het begin van de 20e eeuw de aan- en verkoopvennootschap, kortweg AVV, het levenslicht. Beide organisaties bleven al die jaren trouw aan Leuven voor hun hoofdkantoor. AVV is in 1901 ontstaan in de Minneboerderstraat en vandaag zijn wij na 110 jaar nog altijd met onze hoofdzetel gevestigd op de plaats waar het in 1901 begonnen is. Maar niet alleen met de stad Leuven hebben we een goede band, ook met de universiteit. De universiteit als wetenschappelijke onderzoeksinstelling waar we toch een heel nauwe samenwerking hebben voor verschillende onderzoeksprojecten. En een universiteit die uiteraard ook belangrijk is als aantrekkingspool voor onder meer bio-ingenieurs, maar uiteraard ook andere afgestudeerden. Leuven maakt een sterke groei door. Vandaag telt de stad 96.000 inwoners. Dat aantal groeit sneller dan de rest van de provincie. Aangevuld met de meer dan 40.000 studenten geeft dat een bruisend straatbeeld. Leuven ligt centraal binnen Vlaanderen op amper 20 minuten rijden van de Europese hoofdstad Brussel. De internationale verkeersassen E40 en E314 komen enkele luttele kilometers ten westen van de stadskern samen. De snelle ontwikkeling en unieke ligging van Leuven bieden ongekende kansen aan ambitieuze ondernemers. In het verleden is Velopen eerder toevallig in Leuven terechtgekomen, maar in september hebben wij de beslissing genomen om te verhuizen en daar hebben we wel de strategische overweging genomen om in Leuven te blijven. Dit omdat wij als onderdeel van een Nederlandse onderneming ons toch duidelijk willen profileren als een Belgisch bedrijf op de Belgische markt. En vanuit Leuven, met zijn neutraal karakter, is dit eenvoudiger dan bijvoorbeeld in een grootstad als Antwerpen, Gent of Hasselt. In volgende reportages ontmoeten we andere ondernemingen die resoluut kozen voor Leuven als vestigingsplaats om hun bedrijf verder uit te bouwen. Doorheen verschillende stadsvernieuwingsprojecten werkt Leuven actief aan de toekomst. De stadsvernieuwing startte meer dan 10 jaar geleden aan het station, de toegangspoort tot Leuven. Wie eind jaren 90 voor het laatst de uitgeleefde stationsomgeving bezocht, staat versteld van de dynamische stationsbuurt van nu. In de stad vinden we nog vele kleine en grote voorbeelden waar wonen en werken op een ingenieuze manier worden verweven in het bestaande stadsweefsel. Ook het Museum M mag je aanzien als een volledig nieuw stadsdeel. De stad werkt eigenlijk vrij actief mee aan de ontwikkeling van de woonkern. In die zin dat je twee delen moet onderscheiden. Je hebt de private investeerders en je hebt de dingen die wel stad zelf doen. De private investeerders proberen we te sturen, te begeleiden volgens de regelgeving die wel stad hebben. De dingen die we zelf doen, dat zijn projecten waar we als stad een link mee hebben.
bijvoorbeeld de sociale bouwmaatschappij. En daar kunnen we zelf bepalen hoe of wat dat er eigenlijk een project zal uitzien. De ontwikkeling vindt niet alleen plaats in het oude hart van de stad. Hoge fabrieksgebouwen, silo's, mastodontloodsen domineren nu nog het beeld van de Vaartkom. De toekomst ziet er helemaal anders uit. Meer dan 2000 woningen zullen de Vaartkom omvormen van een vervallen industriële site naar een echte levende stadswijk. Tot voor kort was de Vaartkom een industriegebied waar vooral het transport over water een belangrijke troef was. De stad wil nu dit gebied dat verlaten is gaan herontwikkelen tot een nieuw centrum voor Leuven. Het heeft daarvoor een aantal belangrijke troeven. Het heeft een hele grote oppervlakte. Er bestaan een groot aantal oude gebouwen die te hergebruiken zijn. Het is goed bereikbaar. En dus dit is een aanleiding om er ruimte te creëren voor nieuwe woningen, nieuwe werkplekken, om handelsfuncties onder te brengen en om te gaan recreëren in de Vaartkom. In volgende reportage stellen twee ondernemingen zich voor die actief meebouwen aan de toekomst van Leuven. Na deze eerste kennismaking keren we volgende week terug naar Leuven. En dan verdiepen we ons in de economische impact van de universiteit en haar spin-offs.